Yo, mensen, ook deze gloednieuwe kleine video. Ik ga jullie iets laten zien. Ik ga jullie gewoon eventjes laten zien welke spellen je kunt spelen voor als je eventjes verveelt. Subway Surfers is een hele goede spel met een hoog doel om steeds levels hoger te komen. Dus bijvoorbeeld als je bijvoorbeeld op level 4000 zit bijvoorbeeld. Dus je hebt 4000 keer weer ontsnapt van de politie. Heel knap, zou je het echt moeten doen. Maar dan kun je gewoon lekker Subway Surfers spelen. Hou je van een beetje van, weet je, het een spel waarbij dat je een beetje munten moet verzamelen. Dan is Subway Surfers een heel geschikt spel. Dan gaan we naar de volgende. En dat is ook een van mijn favoriete games geweest. Ik speel het nu niet meer. Dit ene spelletje moet je zoveel munten verzamelen. En zoveel auto's mogelijk upgraden. Het is een van mijn favoriete spellen. En het is gewoon een hele leuke game. Je moet gewoon wat munten verzamelen. Je auto's een beetje bijpimpen. En dan levels hoger gaan. Het is gewoon echt een top game. Eens kijken. Ja, deze. Ook een hele leuke game. Een motor game. Dan moet je zoveel mogelijk. Plus met je telefoon een beetje bewegen. Om het levels hoger te komen. En dat is gewoon heel makkelijk en dergelijke dingen. Dus zeker weten en aanraden. Als voor in de vakantie staan. Want dit is gewoon even een paar tips. Dat ik ga maken. Dit ook echt super leuk. Je moet, hoe zou ik zeggen, wel een beetje de concentratie in je ogen ervoor hebben. Voor de game. Ik heb het een paar keer gespeeld. Ik vond op een gegeven moment niks aan. En toen heb ik die game eraf gegooid. Maar wel leuk om een keer uit te proberen. Zeker weten en aanraden. Hoef je te plannen, dat moet je niet doen. Want ik heb wat aantal verhalen gehoord. Maar die wil ik niet naar buiten brengen. Heb ik van een leraar gehoord van me op school. Maar misschien is het ook gewoon puur een leugen. Ja, deze jongens. Is zo chill de game. Zo, ik ga deze weer even opnieuw installeren voor mijn eigen telefoon. Echt zo'n fijne game is dat om te spelen. Ik was best wel goed. En dan hebben we natuurlijk ook deze game. Haal je een beetje van actie en ben je 12 jaar, want het is dat je ook aangegeven dat je 12 jaar oud moet zijn. Dan kun je deze spel spelen. Dat is een game. Dan moet je van dit beginpuntje helemaal naar het kruisje toe. En dan moet je zombies een beetje over neer zien te knallen. En je moet voertuigen pimpen om dat levels hoger te komen. En het is zeker weer een toffe game. Dan gaan we naar een game wat mensen niet verwachten van mij. Heyday. Echt een superleuke game. Je moet zelf kiezen of je het wil downloaden, bepaalde games. Het hoeft niet. Hier staat gewoon voor 3 jaar oud. Dat is gewoon juist het fijnste. Hier staat voor welke leeftijd de bedoeling is. En wel voor wat je kan spelen en dergelijke. Ik was echt super ver met Heyday op een van mijn oude telefoons. Was ik bijna volgens mij level 30. Tot die telefoon per ongeluk kapot werd gemaakt. En vernietigd werd. En sindsdien heb ik eigenlijk nooit meer Heyday gespeeld. En ik weet het code en dergelijke helaas niet. Minecraft. Ook een leuke game, maar hoe zou ik zeggen. Hier kom je veel goedkoper uit. Minecraft. Want hoe zou ik zeggen, hier kost maar 7 euro. En op de PlayStation kost het meestal meer dan 7 euro. Op de PlayStation betaal je misschien wel 30, 40 euro denk ik voor. Eens kijken, hebben we nog een game? Ja, deze. Ach, die hebben we natuurlijk al gehad. Candy Crush, je moet er van houden zou ik zeggen. Het is ook niet mijn favoriete game. Ik heb het een paar keer gezien hoe mensen dat doen. Maar hoe zou ik zeggen, het is niet mijn smaak. Je moet je gewoon dingetjes bij elkaar verzamelen en dergelijke dingen. Maar dan gaan we nu naar Home. Clash of Clans, echt een leuk spel.
En dat is ook zeker weten echt een aanrader. Je moet, hoe zou ik zeggen, geen soort huizen. Je huizen of de kerk. Volgens mij was het de kerk opbouwen elke keer. En je moet je machines elke keer weer upgraden. En dan moet je dingetjes, je muurtje een beetje bij beschermen. En zeker weten echt een hele leuke game. Als je een beetje, hoe heet het, een typetje bent voor dingetjes te verdedigen. Dan is het zeker weten een aanrader voor jou. Als persoon zijnde. Maar moet je eens kijken, dit is gewoon zo fijn in de game. Je krijgt ook heel echt, als je het spel net opstart, krijg je direct bepaalde uitleg en dergelijke dingen. En dat is dus super fijn aan games. Vroeger was het zo, jongens, dat je een game kreeg van, en dan van sterkte. Zie maar het regen, zie maar hoe je eruit komt. Maar tegenwoordig geven ze gewoon, doen de gamemakers. En dat is ook juist het fijnste. Dat je, hoe heet het, kan zien wat allemaal wat is. En dat is echt super chill. Dat je weet van hoe moet dit of hoe moet dat. Dan krijg je gewoon elke keer uitleg. Super fijn. Maar Clever Clans ook een aanrader. En dan gaan we naar de laatste game van vandaag. Eigenlijk heb ik er nog twee volgens mij. Clash Royale. Echt een super leuke game, Clash Royale. Ik speel het niet al te vaak. Ik zit meer bij mijn meester die ik eerder op school had. Zit ik bij hem in het groepje gewoon. Bij zijn klemgroepje. En hoe zou ik het zeggen? Dit is gewoon een super leuke game. Ik weet dat heel veel mensen ofwel spelen of niet spelen. Is het aanraden als je een beetje van, hoe heet het, van levels omhoog houdt. En epische en zeldzame kaarten van houdt. Omdat je een eigen team wilt opstellen. En lukken ze erbij doen, dan doen we gewoon deze. Want hoe zou ik zeggen, dan hebben we die weer compleet. En dan gaan we naar de volgende. En ook de volgende drie. Want deze heb ik al jullie uitgelegd met die ruimtes. Deze game is ook zeker echt een leuke game. En hoe zou ik het zeggen, ik heb het een paar keer gespeeld vroeger. En toen eigenlijk nooit meer. Dan moet je gewoon elke keer je toren, hoe heet dat? Moet je gewoon de trein, hoe heet dat, besturen. Zo, en dan kun je je treintje groter krijgen. Ik weet ook niet hoe dat komt, maar dat kan. Maar het is eenmaal van de game. Oh, deze game, jongens, is zo leuk. Ik heb die game vroeger een paar keer gespeeld, tot ik hem weer tegenkwam in de Play Store, want ik wou kijken voor een nieuw app en dat is mond. Als die gauw meewerkt, kom op. Hier is de bedoeling gewoon dat je, hoe heet het, mijntjes verhoogt. En dat je munten verzamelt om de boel een beetje door te pimpen. En je werknemers natuurlijk aan het werk zetten zoals gewoonlijk. Echt super leuke game. En dan gaan we naar de laatste. Ik hoor echt serieus mensen buiten schreeuwen omdat ik even mijn raam open heb staan om een beetje door te tochten. Die moet je gewoon dingetjes aankopen, dus auto's en dergelijke verpletteren, dus van die oude, mag ik hopen. Niet dat die fabriek nieuwe dingen omkoopt en dingen kapot laat maken. Maar dan moet je gewoon levels hogen, je kunt ze een beetje doorpimpen en nieuwe dingen bijkopen. Machines kun je upgraden.
En jongens, dit is het gewoon eventjes. Een kleine game update. Van wat voor games zijn echt aanraden. Vergeet zeker niet te liken, abonneren en laat eens.